Welkom bij een nieuwe aflevering van Kunst Kijken. Vandaag maken we kennis met de kunstenaars Johan van Barneveld en Caroline Kolen. Je bent een gitarist en een zanger. Ja, ik ben erg benieuwd. Kijk of dat recht is, hè. Ik bleef mijn haar goed, hè? Johan, je haar zit fantastisch. Oh, dank je. Ja, echt wel. Vertel eens iets over wat ik hier allemaal zie. Nou, dit zijn mijn schilderijen, hè. Daarmee doe ik mee aan de Parkstadprijs. En zoals je ziet, gebruik ik weinig kleur. Ik wil graag dat je een beetje in die schilderijen kan, dus dat het niet plat is. En daarom gebruik ik eigenlijk zwart. En als ik kleur ga gebruiken, dat wordt veel te... Daar kan ik gewoon niet mee omgaan, denk ik. Ik hou ook niet zo van schilderen eigenlijk, ik hou niet van schilderen op zich. Want je bent heel lang op zoek naar wat je nou eigenlijk wil maken. En zoals wat ik je net zeg, dat ik heel lang verschrikkelijke kleuren heb gebruikt. Ja, dat moest ik wel doen om uiteindelijk ook dat weer te kunnen laten gaan. Zo'n zwart ding waar je langer naar moet kijken en wat ook eigenlijk wel verandert met het licht en vaak er anders uitziet. Ja, dat kan me wel lang genoeg boeien, dus misschien dat ook wel meespeelt. Waar kunnen mensen jouw werk bekijken? Doe jij aan tentoonstellingen? Of, nou, bij de Parkstadprijs. Hè? Ja. Dat lijkt me belangrijk. Ja. En begin volgend jaar een domein, museum en domein. Ja. Wordt een grote expositie. Ja, ik wil heel graag wel naar het buitenland of zo. Iets proberen, een expositie te krijgen of dat soort dingen. Maar in eerste instantie is het al heel wat om het gewoon in stand te houden en om het te kunnen blijven doen. Hè? Mm-hmm. En daarnaast doe je natuurlijk ook nog wat anders, want jij maakt niet alleen schilderijen. Ja, ik heb ook nog een naar buiten tredende persoonlijkheid als muzikant in een band. Goed publiek. Beïnvloedt de muziek jouw schilderijen en worden schilderijen gemaakt aan de hand van muziek? Want jij componeert zelf, jij maakt je eigen muziek. Ja, dat werkt heel erg op elkaar in, maar niet op een hele directe manier misschien. Als ik hier bezig ben en ik draai muziek, dan werkt dat heel erg mee en dan kan ik daar heel ver in gaan. Dan krijg ik ook wel eens beelden van. Maar dat is ook goed, als dat moet gebeuren, dan moet dat gebeuren, denk ik altijd. Het is gewoon topsport. We zijn in het Europees Keramisch Werkcentrum in Den Bosch, waar Caroline Kolen aan het werk is. Ik ga even bij haar kijken. Caroline, we staan hier voor een werk van jou. Ja, nu kijk je naar een porseleinen landschap. Ja, eigenlijk een Arctisch landschap uit het Noordpoolgebied. Daar ben ik afgelopen zomer geweest op expeditie. Met een aantal wetenschappers, een aantal kunstenaars. Ik heb daar tekeningen gemaakt en uit die tekeningen zijn dan beelden ontstaan. En voor mij was het porselein ook de eerste keer dat ik daarmee werkte, maar dat klopte heel goed in het feit dat die landschappen heel breekbaar zijn. Die zijn heel fragiel en dus snel, die kunnen het niet veel verdragen. Dat is een heel, heel fragiel landschap. Dus, dat was heel bruut, heel puur, heel rauw. Heel vreemd ook, heel fantastisch. Koud ook. Dit moet nog gebakken worden. Ja, dat is nog niet gebakken, nee. Ja. Dit moet nog, ja. Dit is de eerste schets. Dit was nog een tekening. En daarna is pas het beeld uit ontstaan. Dus dat er iets meer vorm was langs alle kanten. Ik moet grote tekeningen maken en grote beelden. Dat kan ik niet doen. Ja. Dat is echt de eerste geweest. Ja, dus dit... Ja. Waar kijken we hier naar? Ik zie een zwijnenkop. Een zwijn, inderdaad. Ja. Dit is nu een halfwerk, want je ziet een deel van een schild en het tweede deel staat nu in de oven met nog een zwijnenkop. Mm-hmm. Dat zijn twee zwijnenkoppen en dat staat gepositioneerd op een stapel van autobanden en tractorbanden. Mm-hmm. Koeien of zo ga ik nu niet direct maken. Ik heb daar niks mee. Soms zeggen ze wel bezint voor het begint, maar bezint niet te veel voor het begint. Als ik naar jouw cv kijk, dan denk ik, ja, daar
Daar zit zoveel vaart achter en kracht achter en dat gaat door. Je bent eigenlijk niet te stoppen. Tenminste, dat is het gevoel wat ik... Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Op mijn momenten ben ik niet te stoppen. Ik wil ook door. Ik ben nu een werk bezig en ik weet al bijna wat het volgende gaat zijn. Ja. Dus je moet eigenlijk je moet je dwingen om dit ook gewoon eerst in alle rust af te maken. Ja, maar dat gaat wel, hoor. Het gaat wel. Ik heb natuurlijk wel... Ik weet waar ik wil eindigen, dus... Wij zien ons 17 april op de uitreiking. En heel benieuwd wie uiteindelijk gaat winnen. Dank je.